Je kan met een en-functie die voorwaarden checken of met een of-functie, maar je kan ook werken met een if-else-if-else-functie. Je ziet hier op de slide daarvoor een programma. Wat wordt er hier gedaan? De voorwaarde wordt gecheckt of dat de schakelaar aan is en een voorwaarde of dat de drukknop aan is. Je ziet in het if-else-gedeelte, if switch state is low, dat wil zeggen dus als de schakelaar niet actief is. Dan LED pin low, dan gaat het lampje uit zijn. Als de eerste voorwaarde niet voldaan is, dan wordt er pas naar een tweede voorwaarde gekeken. De tweede voorwaarde is als de dus switch state niet low is en button state is high, dan zal het lampje aangaan. Dus de schakelaar actief en de button actief is het lampje aan. In het andere geval het lampje uit. Dus we hebben hier de volgende situaties: Schakelaar niet actief, button niet actief, is een lampje uit. Schakelaar niet actief, button actief, is een lampje ook uit. Schakelaar actief, button actief, is het lampje aan. Schakelaar actief, button niet actief, is het lampje uit. Dus we zouden deze if-else-if-else if, else kunnen schrijven als: als de schakelaar aan Is en de button is aan, dan de lamp aan, anders de lamp uit. Je ziet daar dan ook een mooie flowchart. Er wordt aan de voorwaarde 1 gekeken: is die waar? Direct de actie uitvoeren, is die niet waar? Dan pas voorwaarde 2 checken. Als die waar is, actie uitvoeren, als die niet waar is, nog een andere actie uitvoeren. De if-else-if-else if, structuur. Ondertussen heb je misschien al gevonden wat het verschil is tussen de schakelaar en de drukknop. Voor als je het nog niet gevonden hebt, een schakelaar hoef je niet vast te houden en een drukknop wel. Dus de schakelaar staat nu in de toestand NC, dat is Normally Closed. Dus dat wil zeggen dat de schakelaar actief is. We hebben een nieuw programmaatje dat nu gebruik maakt van de If-Else-If-Else if, structuur. Dus als aan de ene voorwaarde voldaan is, dan wordt er iets uitgevoerd. Is er aan die voorwaarde niet voldaan... Wordt er een andere voorwaarde gecontroleerd? Als daaraan voldaan is, wordt dat stukje uitgevoerd. Is. als daar niet aan voldaan is, wordt de als uitgevoerd. In dit geval is de voorwaarde als de schakelaar uit staat, dan moet de lamp uit zijn. In het andere geval moet de lamp aan zijn als op de knop gedrukt is en uit zijn als de knop niet ingedrukt is. Dus nu staat de schakelaar aan, dus kan met de drukknop de lamp aangezet worden. En als de drukknop losgelaten wordt, gaat de lamp uit. Dus de eerste voorwaarde dat de schakelaar uit is, is niet waar. Er wordt naar de tweede voorwaarde gekeken, en dat is de voorwaarde is de drukknop ingedrukt. Waar, onwaar. Als de schakelaar uit staat, dus nu staat hij in de normally Open position. Dus de schakelaar staat uit. Mag je doen met de drukknop op wat je wilt, de lamp zal niet aanschakelen. Nou, nu is de eerste voorwaarde waar. De voorwaarde dat de schakelaar uit staat. Schakelaar staat uit, lamp staat uit en aan de andere voorwaarden wordt niet gekeken, de if-else if-else structuur kan je gebruiken. Als alternatief voor de en- en OR-functies bij voorwaarden.